Allochtonen worden vaak ten onrechte staande gehouden door de politie. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van politie en wetenschap. De onderzoekers liepen een half jaar lang mee met 4 politieteams. Ze keken daarbij naar het zogeheten proactief optreden. Controles waarbij agenten op eigen initiatief iemand staande houden. Bijvoorbeeld omdat ze verdacht gedrag zien. Maar liefst 40% van die controles valt dus niet te rechtvaardigen. Van bewuste discriminatie is volgens de onderzoekers geen sprake. Maar de nationale politie heeft al wel aangegeven het te zien als een probleem. En er serieus mee aan de slag te willen gaan. Ja, en in Amsterdam is al een paar jaar de organisatie Control All Delete actief. Een initiatief dat etnisch profileren veroordeelt. Ze zijn blij met het rapport en de erkenning van de politie. Ook ontwikkelen zij nu een app waarin geregistreerd wordt hoe een aanhouding heeft plaatsgevonden. Hiermee hopen zij etnisch profileren uit te bannen. Het is een rapport van de politie zelf. En wat wil je daar nog tegen inbrengen? Snap je? Op het moment dat je dat toch doet, dan laat je gewoon zien dat je stug bent en ons niet dichter bij elkaar wilt brengen. Maar wij willen allemaal een veilig Nederland. Allochtonen die worden vaak ten onrechte staande gehouden door de politie. Ja, en dat is precies waar Gideon Everduim al jaren tegen strijdt. Hij krijgt vaak te horen dat allochtonen onterecht worden aangehouden. En dat is gevaarlijk, zegt hij. Als je wordt aangehouden en onschuldig bent, dan voel je je niet thuis bij de politie. En dan loop je liever een blokje om als je ze ziet, want je denkt van, krijgen we weer die confrontatie, die wil ik niet. Dat is een kwalijke zaak. De politie is er voor de veiligheid van ons allemaal. Dat geldt dus ook voor de niet-witte burger en die voelt zich niet veilig. En dat is niet goed. Toch is er ook wel wat op het rapport over etnisch profileren aan te merken. Er is een verklaring voor het feit dat allochtonen vaker worden staande gehouden. Zo vertelt Mick van Wely, misdaadjournalist bij De Telegraaf. Allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. En iemand met een Marokkaanse achtergrond of een Antilliaanse achtergrond is zeker bijvoorbeeld voor gewelds- en drugsdelicten veel vaker in beeld dan een autochtoon. En dat rechtvaardigt niet etnisch profileren of in ieder geval het onterecht staande houden van iemand. Maar het verklaart het wel enigszins. Nou ja, vooroordelen, dat is de basis van racisme. Dus ik geloof dat ze het zeker bewust doen. Niet iedereen, want er gaat niet iedereen over één kamp heen scheren, maar wel het gros. Everduim werkt nu, deels met de politie in Amsterdam, aan een app waarmee Control Alt Delete kan nagaan hoe een politiecontrole of staande houding is verlopen. Het is de bedoeling dat de data van deze app worden gebruikt om nog concreter aan te tonen hoe vaak etnisch profileren voorkomt.